goed plan van de gemeente? De woningnood is echt gigantisch. Zoveel studenten zijn op zoek naar een kamer en die kunnen niks vinden. Dus ik denk dat, dat er wel gebruik van gemaakt gaat worden. De gemeente wil deze coalitieperiode nog een hoop studenteneenheden bouwen. Maar dat lost de kamernood nu niet op. Vandaar deze tijdelijke oplossing. Ik heb nu een kamer, dus ja, misschien wel. Ja, als ik ver weg zou wonen, mijn ouders dan wel, denk ik. Als je echt nodig is, maar niet echt, ja, meer als laatste redmiddel, denk ik. Maar wacht even, iemand met een bijstandsuitkering wordt al gekort als hij zijn dementerende moeder in huis neemt. Mag dit dan wel? In de participatiewet is er €170 vrijgelaten, zeg maar, wat je aan vergoeding voor vrijwilligerswerk kunt krijgen. En wij vinden dit een vorm van vrijwilligerswerk. Leiden heeft 3100 bijstandsgerechtigden. Wat denkt de Leidenaar? Zou het plan werken? Ja, heel goed. Ja, want studenten komen allemaal in kamers tekort. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ik gewoon vind dat mijn huis niet aan gewoond hoeft te worden. Maar zou u meedoen? Nou, ik ben erg gesteld op mijn privacy. De tijd zal het leren, maar de studenten, die zien het in ieder geval zitten. Efficiënt, toch? Wederzijds voordeel. Ja, lijkt me wel gezellig. Ja.